Zaterdag oefenden ruim 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland hoe om te gaan met een bedreigende hoogwatersituatie. Ook bij Druten werd er getraind voor mogelijke calamiteiten. Ja, we zijn bezig met een oefening, een hoogwateroefening. Alle dijken die gaan we nu controleren. En dan oefenen we op bepaalde calamiteiten, bepaalde gebreken die tijdens hoogwater voor de dag kunnen. Dat kan variëren van dierlijke activiteiten zoals dassen en bevers dat die in de dijk zouden kunnen gaan graven. Kan ook betekenen dat we afschuivingen hebben of ook erosie ontstaat op het dijklid. Dat de grasmat niet in orde is. Dit organiseren we om goed up-to-date te blijven. Dat de mensen, de wachtlopers, ook getraind blijven. Dus als er echt een calamiteit komt, dat we ook zo op dat moment uit kunnen rukken en de mensen in kunnen zetten. Tijdens hoogwater heb je kans dat er slijtage zit in het talud. Dus dat de graslaag een stuk eraf is. Dan krijg je door de waterstroom een gat in de dijk. Om te voorkomen dat zo'n gat uitsluit, gaan we dat gat eigenlijk afdekken met geotextiel. Dat is het zwarte doek. En daar beleggen we zeg maar helemaal over het gat. Om te voorkomen dat dat gat, zeg maar, of dat geotextiel ook weer opwaait of eigenlijk door de stroom op wordt getrokken, worden er ook zandzakken opgegooid. Dus we dekken eigenlijk de boel af en voorkomen erosie. Het hele gebeuren wat je daar ziet, zie je eigenlijk al, dat is onder water, dat zie je niet meer. En omdat je dus niet mensen op het talud wil hebben, want ja goed, er staat een behoorlijk sterke stroming, rol je dit soort doeken af. Daar zit onder een zwaar ijzeren paal in, die rolt zichzelf naar beneden en die drukt dan daar gewoon op. Dus eigenlijk ten tijde dat het hoogwater nog op de dijk zit, doen we dit. Een dijkwachter te zijn houdt in principe in dat je twee keer per jaar opgeroepen wordt. Voor één deel van het jaar voor een theoretisch opfriscursus. En het tweede is dat je daadwerkelijk aan een oefening deelneemt die de praktijk uitbeeldt in het geval van te hoog water. Ik woon zelf ook binnendijks en ik vind het erg belangrijk om zelf ook droge voeten te houden. Maar sowieso, het grootste deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. En ik vind het belangrijk dat wij zoiets belangrijks als de dijken in goede staat houden en blijven controleren of het allemaal wel veilig is.